De financiering, die klopt al jaren niet meer. Dat is dus niet iets nieuws, het is niet iets van deze regering. Ik heb al jaren hiervoor gewaarschuwd. En om een lang verhaal kort te maken, hartchirurgie is dure zorg. Als we niet de financiering krijgen die we nodig hebben om spullen te vervangen, om de medische verbruiksartikelen ook weer aan te vullen, ja, dan is het leuk dat we een operatiekamer hebben en een hartchirurg. Maar als we de spullen niet hebben, dan kan ik niet werken. Driekwart van het personeel van in elk geval de thoraxchirurgische afdeling is reeds vertrokken naar het buitenland. Dus werken wordt sowieso steeds lastiger. Maar zonder adequate financiering is het eigenlijk onmogelijk. Maar denkt u dat het in deze COVID-tijd, waar er zo'n druk is op de gezondheidszorg, het mogelijk is om een adequate oplossing te vinden voor het hartchirurgisch probleem? Wel, laten we zeggen, als ik er niet in geloofde, was ik al lang vertrokken. Ik denk dat met wat goede wil en een beetje out of the box denken. En natuurlijk moet de regering zijn prioriteiten stellen. Wat belangrijk is, wat haalbaar is in het land. En daar gaat het wat mij betreft om. We moeten realistisch zijn. Als het niet meer mogelijk is om dit soort dure zorg te financieren, dan moeten we daar misschien mee stoppen, helaas. Ik bedoel, er moet met de verzekeraars gepraat worden. De regering zou over de brug kunnen komen. Het bedrijfsleven zou een steentje kunnen bijdragen. De multinationals die binnenkort olie uit de zee gaan halen, die ook graag hebben dat hun personeel adequate zorg is, want niet iedereen kan weggevlogen worden uit het land, omdat ze te ziek of te instabiel zijn. Dus ik denk dat we er allemaal bij gebaat zijn om te proberen. En het gaat niet alleen om de hartchirurgie. Het gaat om de hele zorg.